Hallo. Begin april raakte Franse politica Marine Le Pen een open zenuw in Frankrijk door de schuldvraag van de razzia van Veldiv op 16 juli 1942 te relativeren. Tijdens deze razzia werden 13.000 Joden opgepakt, onder wie veel kinderen. Families werden van elkaar gescheiden en werden uiteindelijk in Auschwitz vergast. Pas in 1995 was het president Chirac die openlijk de schuld legde bij Frankrijk. Want het waren niet de Duitsen, maar de Franse agenten en soldaten die deze deportatie hebben geleid. Het is opmerkelijk dat zo'n oorlogsverleden wordt ingezet bij de huidige verkiezingen door generaties die er in principe niets mee te maken hebben. En Le Pen zou er beter aan doen om het boek Haar naam was Sarah te lezen van Tatjana de Rosnay, waarin deze gebeurtenis centraal staat. Een behoorlijk succesvolle roman met twee verhaallijnen. Dat van het meisje Sarah, dat in 1942 met haar ouders wordt opgepakt tijdens die razzia, en dat van journaliste Julia, oorspronkelijk Amerikaanse, die onderzoek doet naar deze gebeurtenis en zich verbaast over haar eigen onwetendheid en ook die van de Fransen. Een emotioneel en aangrijpend boek rondom deze gruwelijke gebeurtenis. En je zou de schrijfster kunnen verwijten dat het misschien iets te geromantiseerd is, met pathetische elementen in het verhaal van Julia, die te maken krijgt met huwelijksproblemen en een abortus. Maar tegelijkertijd laat het je kennis maken met een zwarte bladzijde uit de Franse geschiedenis. En het laat je zien hoe een oorlogsverleden invloed kan hebben op de keuzes die we vandaag de dag nog moeten maken.